de wereld veranderen. Iedereen hoort erover praten. En wat willen we dat allemaal ook graag? Prachtige idealen worden voorgesteld van een wereld die leeft in vrede. Een wereld waar iedereen vrij is en gelijke kansen heeft. Stuk voor stuk zijn dit prachtige ideeën. Maar ik mis iets. Iets cruciaals. Iedereen denkt, maar niemand onderneemt actie. Protocollen en regels opstellen. Mensen afrekenen op hoe ze een goed mens moeten zijn. Daar zijn we sterren in. Ja, de denkers. Dat zijn we allemaal. Maar wie van ons heeft het in zich om het ook werkelijk te doen? De wereld een betere plaats maken, dat begint bij jezelf. Ik, jij en u ook kunnen dat allemaal. Kijk eerst naar jezelf. Wie ben je? Wat wil je? Creëer je eigen mening, je eigen persoonlijkheid en leef daar ook naar. Schrik niet terug omdat je bang bent dat de maatschappij je zal veroordelen. Als jij namelijk sterk staat voor je eigen overtuiging, kan niemand, maar dan ook niemand je omverduwen. Kijk naar je eigen kwaliteiten. Je kan ze overal op toepassen. Op economisch en op sociaal gebied, op kleine en op grote schaal. Met een kleine verandering kan je veel in gang zetten. Het kost maar één zetje om een hele kettingreactie op gang te krijgen. Maar zolang die kleine verandering niet gemaakt wordt, komt er ook niks op gang. En nee, dit is niet zomaar een mooi verhaaltje, want het gebeurt. Het is vele mensen gelukt. Neem als voorbeeld de Nobelprijswinnaar van 2009, of zoals we hem beter kennen, de president van de Verenigde Staten, Barack Obama. Hij is van mening dat de wereld bestuurd moet worden naar de normen en waarden van een merendeel van de wereldbevolking. Barack Obama brengt deze normen en waarden samen en gebruikt deze om de wereld te leiden. Een kleine verandering met een groot effect. En wanneer jij leeft zoals je zou willen dat de rest van de wereld doet, wordt niet alleen de wereld beter, je wordt er ook een beter mens van. Mensen zullen dit opmerken en je bewonderen. En het mooiste is nog, doordat je eerst jezelf zo actief verbeterd hebt, motiveer je anderen om dat ook te doen. Dus mensen, ontplooi jezelf. Verbeter jezelf en wees wie je wilt zijn. En vergeet niet, een betere wereld begint bij jezelf. Dank u wel.